Thank you.
kind. Mijn vader had een uur geslapen op de bank. Daarna ging de kast staan te tellen van de winkel. En dat deed hij hardop. Want wij moesten stil zijn en wilden laten zien hoe goed hij kon hoofdrekenen. Dat weet ik niet, dat is onzin. Maar hij telde in ieder geval hardop. En daarna gingen we wandelen. En waarom vond hij wandelen zo fijn? Omdat hij toen tijd had. 6 dagen was hij aan het werk. En toen had hij tijd, anderhalf uur, kon je vertellen wat je wilde. Dat wens ik u toe deze week. Dat jullie tijd hebben voor elkaar. Jullie hebben 10 uur per dag de tijd om naar elkaar te luisteren. Thank you.
In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heet van de dag bij de ingang van Helen zat en Sarah en zei: neem gauw 3 maten fijn meel, kneed het en bak er. Hoe zijn we zoeken? Over een jaar kom ik weer bij u terug. Dan zal Sarah uw vrouw een zoon hebben. Zo spreekt de Heer. Zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid.
grote hoop is waartoe hij ons roept. Halleluja. In die tijd kwam Jezus in het dorp en een vrouw die Martha heette, ontving hem in haar woord van de Heer. Thank you.
daarom God vertrouwen onze gebeden en zorgen en voornemen aan God de Vader. Voor onze Heer, dat zij ook op de aarde gelegenheid krijgen van de goede zaak van de Evangelie uit te storten. Dat zij de vreugde van het geloof laten zien. Laat ons nu bidden. Thank you.
O Heer, tot lof en eer van zijn naam. Heer, zie naar de kaart van uw kerk die tot u bidt. Geef aan uw gelovigen dat zij als voedsel tot zich nemen de genade van het heilige Heer, door Christus onze Heer. Thank you.
Dat wij delend in hun vragen en in hun
wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoop vol wachten op de komst van Jezus Messias. Vrede zijn met u. Vrede zijn met u.
Dit zegt weer, ik sta voor de deur en ik kom. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik mij binnenkomen. Ik zal de maaltijd met hem houden en hij mij. Deze collecte is voor jongeren
in onze eigen parochie voor jongeren zijn en voor jongeren van het wissel, inclusief. Thank you.
in your arms, and you'll never go. Thank you.